Het zit de wielrenner uit Liemde niet mee. Na een sterk begin in het voorjaar met de 19e plaats in milaan San Remo en een derde plek in het Was door Vlaanderen brak hij een week voor de ronde van Vlaanderen een van zijn ribben. Ik uh, lag daar en uh, toen uh, zag ik al wel dat ik echt veel, uh, veel huid was verloren. En, uh, en uh, ik denk dat dat we een paar nachten slecht slapen. Maar toen ik in de ambulance zat, toen vond ik al wel dat er nogal iets meer aan de hand was. Uh, dat, uh, ik heb al wel vaker een rib gebroken. En... Ja, zo voelden het weer, dus ik uh, was al bang dat, uh, dat ik de andere wedstrijden kon gaan vergeten. Zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix konden kort dus op zijn buik schrijven. En daar komt nu de Amstel Gold Race nog eens bij. Ja, daar staat zes weken voor, voor volledig herstel. En eigenlijk ben ik na 2,5 weken alweer uh, een wedstrijd gaan rijden, om te kijken hoe dat, het, uh, hoe dat het gaat. Alleen uh, de pijn was er toch te groot voor om, uh, om constant aan te kunnen blijven zetten. En uh, dat is toch ook in de Amstel Gold Race wel nodig. De renner van Argo Shimano richt zijn pijlen nu op de Tour de France. In 2009 reed Koen de Kort al één keer de Tour. Vorige week kreeg zijn team als derde Nederlandse ploeg een wildcard om deel te nemen. Koen de Kort mag daar waarschijnlijk de sprint aantrekken voor ploeggenoot Marcel Kittel. Voor mijzelf is het dan ook nog eventueel in, in een kopgroep een etappe pakken. Dat, is, uh, dat, uh, dat zou wel heel mooi zijn. Heb jij wat dat betreft het toerschema al zo doorgenomen nu je toch thuis zit en denkt: uh, etappe die en die, dat moet hem worden? Uh, ik ben nog eventjes uh, te bang om daar echt uh, goed uh, naar te gaan kijken. En dan, uh, ik wil eerst even zo op het gemakje nog uh, even naar nou de rust pakken en dan weer de training opbouw beginnen. En dan zal ik wel eens goed gaan, uh, gaan kijken. Ik heb het nu nog even angstvallig uh, weggehouden.